Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik ga jullie vandaag even de redneck fan laten zien, hoe ver het voor het. Nou, we beginnen voorin. Dat hebben we onder de bank. Nou, er ligt een extra accu, die wordt ook weer opgeladen door de originele accu. En hier hebben we een verwarming, die verwarmt de hele ruimte binnen. En die werkt op diesel. Voor de rest is er hier niet veel veranderd meer, wat jullie nog niet weten. Nou, dan gaan we naar het achterste gedeelte. Oh, daar zie je toch wel een aardig verschil. Nou, zoals jullie zien, hele zekeringruimte. Want dan weer aan de buitenzijde, daar kan je weer de stekker in prikken als je ergens 220 gewoon hebt. Nou, hier wordt hij helemaal geïsoleerd. Nou, dat is hier ook achter allemaal gebeurd. Daar is een extra wand gekomen. Nou, daar wordt ook alles geïsoleerd, want als je dit voelt, dat is heet, jongens. Het is heet. Oh, niet te filmen. Nou, die is... De originele is weggesneden. Dan hebben we dit schot gemaakt. En ook wel lekker. Een dakraampje. Lekker. Geeft een beetje licht, geeft een beetje frisse lucht. Nou, hier ook. Ook de hele wanden gedaan. Nou, hier komt een koof. En daar komt de partytent dan weer in te leggen. Dat zullen jullie later ook nog wel zien. Dan hebben we hierboven zit nog een kastje. Nou, daar kunnen weer de verlichtingen in gedaan worden die hierin komen. Er komen 8 spotjes en 2 TL-buisjes. Hier wat stroomdraden voor eventueel verlichting. Dan hebben we hier nog een hele schakelkast voor alle benodigdheden die je erop wil. Kun je dat allemaal mooi aanzetten. Mooi een opladertje erbij voor je telefoon. Hier een USB'tje. Twee zelfs. Gekke dingen. Nou, stekkertjes. Gewoon voor je, ook, voor je extra dingetjes. Je oplader, je wekkertje, noem het maar op. Nou, hier zit nog een stekker. Een stopcontact noem je dat. Een stopcontact. Nou, dat is het zo wel een beetje ondertussen. De wandjes van de deuren die zijn ook geïsoleerd. Daar komen ook weer platen overheen. Maar zo porren we lekker door. En oh, het mooiste moet ik jullie nog laten zien. Dat hebben jullie ook nog niet meegekregen. Doet hij het? Staat hij aan of niet? Is hij afgekoppeld nu? Ja, daar komt hij. Let op. Hoppa! Is hij mooi of is hij mooi? Godverdomme. Voor ook nog wat ledbalken. Hoppa! En die geven een puik licht, jongens. Dat is niet normaal. Nou, we gaan hier nog even lekker verder porrelen. En vanmiddag gaan we weer crossen. Ja, ja, want we zijn morgen vrij. Hoppa, lekker hoor. Zo, en we zijn weer onderweg. Cross is weer achterop. Lucky komt er ook aan. Robo komt eraan. Jamie. Dus als het goed is, komt het later. Komt Richard nog. Die komt uit zijn werk. Dus het wordt weer een gezellig dagje. En we gaan dus even meemaken. Kijken hoe de baan er vandaag weer bij ligt. Het is voorlopig even droog geweest. Nou, dat zegt natuurlijk niks bij Lelystad, want ze zeggen helemaal geil op sproeien. Echt, waarom ze dat zo extreem doen? Ja, voor die kartbaan natuurlijk, maar ja, het is nou niet echt lekker rijden. Ik heb liever een wat drogere baan, dat glibberen en glabber je niet zo. Dus we gaan het zien. We gaan het meemaken. Ik zie jullie zo weer. En we rijden natuurlijk gewoon weer in die file hoor, tuurlijk. Geef gas mensen, gas op die lolly. Kijk, hij doet dat beter. Gas, juist, er tussendoor. Vlammen op het achterwiel, jongen. Daar zijn we weer bijna. Hajur, als je een keer wil pompen. Dit is een mooie weg, jongen, om te trekken. Geloof me, je topsnelheid ga je halen hier ook. Wat een weg, jongen. Helemaal strak ligt hij. Topper. Was niet meer. Eén lange pompertweg. Zeker zo'n 3 kilometer, denk ik. Gekke dingen. Nou, als je nou een keer naar Lelystad gaat en jij wil gaan crossen, hier komt hij voor het eerst. Let op, kijk, hier heb je een ingang. Daar moet je niet op, dat is voor het circuit. Je gaat hier door. Hier gaan we een bogie maken. Hop, heb je hier nou een stukje weg. Nou, en dan zit hier. Zit het ingangetje. En daar moet je wezen. Nou, we kijken of het druk is. Kijk, hier moet je in. En dan ben je op MCC Flevoland. Hop, prop, prop.
Hoppa! Hoi! En we zijn er, jongens. We gaan even de motors uitpakken, omkleden, doen. Vreedschuur is ook open, dat is mooi, want we hebben honger straks. Oh, en even inschrijven natuurlijk, hè. Dat doe je er binnen. Tot zomer weer. Zo, nou zijn we weer, omgekleed en wel. Robo is er ook weer. Ik ben er ook weer. Ja, nee, nee, vandaag niet. Gearbix, van onze Ferry. Zijn eigen bedrijfje, dus als je nou een keer stickers wil, maak even een screenshotje. En moet je bellen. Hij maakt stickertjes, dingetjes. Dus ja, als je wat wil, weet je wie je te vinden. Lekker mijn oude pakje weer aan. Red Bull, geef je vleugels, jongen. Nou, we gaan even rijden. Ik heb mijn GoPro nog niet op, want anders wordt het weer zo'n langdradig filmpje. Dus ik zal tussendoor zal ik ook wel weer eens een keer met GoPro rijden. Maar we gaan eerst even lekker zonnen. Even lekker wennen weer, even opkomen, even warm worden. En ik zie jullie zo weer. We gaan starten. Lucky is er ook weer. Ja, is die weer, hoor. We zijn weer aan het sleutelen, hoor. Lucky's live 13. Nieuwe kapjes heeft hij erop. Ik kan net zeggen, de buurman verwacht. Oh, de achterbrug, jongen. Hoppa, YouTube. En hij moet natuurlijk weer gaan sleutelen, hè? Het zal niet. Godverdomme, hij is er weer, hoor. Hij moet gelijk weer sleutelen. En dan doe ik zelf weer geen gereedschap bij. Hij is helemaal in elkaar te zetten, hoor. Nee, hij moet natuurlijk mijn gereedschap weer jatten, want ja, hij heeft zelf weer niks bij zich natuurlijk, hè? Die amateur. Nou, we hebben weer lekker broodje gegeten. We gaan zo weer lekker rijden. Lekker gereden. En eerst even lekker patatje eten. Lekker man, dankjewel jongen. Nou, lekker gereden. Lekker rijden. Maar we moeten ook even tijd maken om te eten helaas. Dus we gaan nou even lekker eten. Even lekker patatje doen. Lekker. Heerlijk. Het alleen een broodje gezond. Ja, dat kunnen we niet opleven natuurlijk. Hè? Ik ga even eten. Dan gaan we zo meteen nog een keer rijden. Rijden! Zo, we zijn weer op de terugweg. En wat doen we altijd op de terugweg? Ijsje halen. Lekker man, soleroodje. Echt lekker. Hebben we wel weer verdiend. Was een leuk dagje. We hebben lekker gereden. En we gaan nou even afspuiten. Moet ook gebeuren, schoonmaken. Oh, het zit weer lekker aan het douchen hoor. Mooie tengen. Pomp het lijf weer even schoonmaken. Hoepa! Kijk, hem glimmen, jongens. Toppen!
Zo, ze is weer schoon. Vindt ze lekker hoor. Zo, en we zijn weer thuis. Lekker op het bankie. Nou, ik ga even lekker onder de douche springen. Alle bagger en zand en stof, alles uit mijn giegel wassen. Ik heb ook nog even een keer met de GoPro gefilmd. Eén keer maar, want anders wordt het weer zo lang en moeilijk gedoe allemaal. Het is gewoon één keer gedaan, de rest lekker genoten van het rijden. En ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke vlog vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Likey, reageer en abonneer. En ik vind jullie helemaal top. Macho!